beste westenkwartierders. Als ik om me heen kijk, zie ik overal vlaggen buiten hangen. Half stok, een eerbetoon. Wij denken vandaag de slachtoffers van de oorlog. We herdenken vandaag allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Het is voor ons allemaal een onwerkelijke tijd. Het is stil op straat, ook hier in Marum. Veel mensen leven in zorg en onzekerheid. En juist daarom is het zo onwerkelijk dat we elkaar niet kunnen ontmoeten. We kunnen elkaar geen hart onder de riem steken, geen arm om de schouder leggen. En terwijl we dat nu juist zo hard nodig hebben. En laten we daarom ook vandaag even denken aan de mensen die eenzaam zijn. Vandaag kunnen we niet samen zijn, tijdens de dodenherdenking. En morgen, 5 mei, kunnen we niet gezamenlijk herdenken dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd. De maatregelen die zijn genomen voor de bestrijding van het coronavirus maken dit onmogelijk. En toch mag ik hier in Marum met een kleine afvaardiging een krans leggen. En dat gebeurt vandaag op verschillende plekken in onze gemeente. En vanavond kunnen we met onze naasten om 8 uur een minuut stilte in acht nemen. In de oorlogsjaren hebben zich in ons land verschrikkelijke wreedheden afgespeeld. Ook in ons westenkwartier. Ik roep de deportatie van de Joodse gemeenschap uit Leek in herinnering. En het drama van Trimunt, waar 16 weerloze burgers werden geliquideerd. We staan er ook dit jaar bij stil, met verdriet en met respect voor de slachtoffers. Het is belangrijk om verhalen uit de oorlogstijd leven te houden. En ik wil daarom een vrij onbekend verhaal in herinnering roepen. Het is het verhaal van de geschiedenis van de evacuees uit het dorpje Kekerdom bij Nijmegen. Zij moesten eind 1944 in angst en ellende vluchten voor het oorlogsgeweld. En hier in Marum, in Noordwijk, Boerakker, Niebert, Jonkersvaart en De Wilp werden ruim 200 vluchtelingen gastvrij opgevangen. Zij verbleven een half jaar bij gastgezin. De inwoners van onze streek zetten hun hart en hun huis open voor vreemdelingen in nood. Het is een bijzonder verhaal over moed en over barmhartigheid. Ik was in oktober vorig jaar in Kekerdom toen daar de gedwongen evacuatie werd herdacht. En ik heb met de inwoners de route gelopen waarlangs ze destijds zijn gevlucht. Langs de dijk van de Waal. De dankbaarheid en de genegenheid naar de gastgezinnen van toen is nog steeds voelbaar in het dorp. En de vluchtelingen van toen, hun kinderen en kleinkinderen, hebben nog tientallen jaren lang warme banden onderhouden met de mensen in Marum. En sommigen zelfs tot op de dag van vandaag. Het is een geschiedenis die mij troost geeft. Wat zijn mensen toch veerkrachtig? En wat kunnen ze veel voor elkaar betekenen op momenten dat het er echt op aankomt? Ook in de moeilijke tijd die we nu doormaken, komt het aan op de kracht van onze gemeenschap. En die kracht bezitten wij. Dat bewijst onze geschiedenis en dat tonen we elke dag. En daar ben ik trots op. Laten we vandaag de verschrikkingen van de oorlog herdenken en de slachtoffers gedenken. En laten we morgen stilstaan bij vrede en vrijheid. Dit alles steeds met vertrouwen in elkaar en in de toekomst.